We zijn hier alle tezamen voor een prachtige dag. Want vandaag is de dag dat onze Gijs... Zit je nou te eten tijdens je... Sorry, ik had honger, oké. Okay. Gijs gaat trouwen samen met Hotdog. Is dit eigenlijk wel legaal om te doen? In Sunnyvale wel. De camera loopt. Oké, okay, ja, nee, is goed. Zodat dit voor eeuwig wordt vastgelegd. Heb je geloftes voorbereid of niet? Ja, ik pak even mijn telefoon erbij. Is goed. Ja, beste Hotdog. Jij bent van mij, want je bent extreem duur. Ik wou geen sloeber van 8000 of van 10.000. Ik wou jou, omdat jij mijne zou zijn. Je heette niet Joepie de Derde, maar Hotdog. Moet ik nu nog zeggen van man en kat, of... Nee, nu is het tijd voor Hotdog's haar geloftes, maar ik okay, weet niet of ze die heeft voorbereid. Is goed, we nemen even de tijd. Lieve Gijs, wat is dat je me moet voeren? Anders was ik al lang weg bij je. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Oh, ja, ze zei het. Oké. Nee, het waren echt woorden uit haar hart. Dan verklaar ik hierbij als ambtenaar van Sunnyvale dat Gijs en Hotdog zijn verbonden met elkaar tot de dood hun scheidt. U mag nu uw kat kussen. Dat is best wel raar om te doen. Mag ik hem ook gewoon aaien? Ja, dat mag ook. Hier, Hotdog, je bent een toffe kat. Hey, kijkers van Kicks Games. Leuk dat jullie weer kijken naar de gloednieuwe Mindtopia aflevering. Ik weet niet wat het is, maar mijn shaders laten nog steeds een strak blauwe lucht zien. En dan weer donker en dan weer een strak blauwe lucht. Het is heel vervelend. Weten jullie hoe het komt? Laat me weten in de reacties, want ik word er gek van. We zijn hier in Mindtopia. En er zijn onderhand al iets van 20 mensen ingeschreven in Sunnyvale. Want ik zeg al, heet het Mindtopia, maar eigenlijk is het gewoon Sunnyvale. Er zijn al 20 mensen ingeschreven. En het wordt gewoon steeds drukker hier zo. En ik ga nu naar de bank toe, want ik heb een heel mooi plotje gezien. En die zit daar, alleen de bank verkoopt die. En als het goed is die rond 50.000 euro. Ik denk vriendenprijsje voor mij. Kijk, hier, de lucht wordt weer strak blauw. Ik snap er geen kut van. We gaan gewoon naar de bank. Ik denk dat die voor mij 50.000 is. En ik ga even wat plannen met Gijs bespreken die ik met Samal en met Willem van de gemeenteraad heb besproken. En kijken wat zijn meningen daarover zijn. Ik hoop dat ze hetzelfde zijn. Oh, iemand die zegt iets tegen mij? Kevin? Ja? Wat is er? Burgemeester? Ja? Vervelend dat ik Gijs nu moet laten wachten, hè? Maar ja, je moet er toch zijn voor je burgers. Ik denk u een gesprek kunnen hebben met Wouter. Dat moet je Wouter vragen. We gaan naar de bank. Dat was het plan. Ik ga eens even kijken of die er is. Het is natuurlijk wel al laat of vroeg. Ik weet niet welke lucht het is, maar we gaan naar binnen. Hallo! Goedenavond, Kevin. Het is avond, hè? Waarom kan ik u vanavond helpen? Ja, nou, ik heb best wel wat dingen besproken samen met Samal en ook met Willem al. Oh, dus ik moet eigenlijk jou nog spreken en Wouter. Hey, ik wil jou gewoon spreken, hoor. Nee, is goed, hoor. Ik zie jou wel weer waar ik sta, hoor, als bankdirecteur. 9:30 nog klaar voor deze wereld. Ja, ik snap het. En ik word pas als derde behandeld. Nou ja, eerder kon ik jou gewoon niet bereiken. Ik weet niet wat je allemaal op je telefoon doet, maar opnemen doe je niet. Ik deed Flappy Bird. Oh ja, oké. Okay. Nee, dat snap ik het wel. Ja, ik probeer mijn highscore te verbreken, maar... Wat is jouw highscore op Snake? 3. Oh, oké. Okay. Dat is niet zo hoog. Maar luister, kan je meelopen of moet je hier blijven? Even kijken. Personeel? Ja, nee, het is heel druk hier, dus ja. Nee. Oké, okay, ja, top. Want wij hebben gekeken naar... jij weet ook dat wij voor de kleinere zaakjes zijn, hè? Gewoon voor viswinkel, een groenteboer. Nee, dat was een helemaal een duidelijk plan van... Jee, duim omhoog. Ja, precies. En wij hebben wat locaties bekeken... waar wij ongeveer de winkelstraatjes zouden willen hebben... dat niet alles zo verspreid zit. Ja. En wij zaten te denken... eentje waar de burgers hun eten kunnen halen... Ja. En eentje die wat toeristischer ligt, ja. Waar mensen die niet in Sunnyvale wonen, maar in Mindtopia, die willen hier waarschijnlijk ook wel een keer eten halen. Die kunnen het daar halen, maar dan is het iets duurder. Kom mee, ik heb namelijk, jij hebt een lening verstrekt aan een Deadly Player, als het goed is. Ja, dat klopt. Die is vandaag langs geweest. Oh, er staat hier een paal. Ja, dat is heel vervelend. Wat vind je van de lantaarnpalen? Ik vind ze een stuk mooier dan in Mindtopia, eerlijk gezegd. Ze zijn mooi verlicht, hè? Ja, en je kan ze gewoon zelf aan- en uitzetten. Ja, dat is meestal niet de bedoeling van een lantaarnpaal. Nee, dat is waar. Maar goed, het kan. Als ze gaan knipperen, dan wordt er ergens stroom afgetapt. En dan hebben wij een probleem als gemeente. Dat is waar. Heeft een lening... Genomen om zijn winkeltje te tunen, zeg maar. Mm-hmm. Weer een paal hier. Och. Dat is vervelend, hè, die palen. Ja. Dit wordt waarschijnlijk de groentewinkel.
Ja, zoiets zal ik met hem. En nou leek het ons leuk, want hier vragen van waarvoor heb je het geld nodig? Mm-hmm. Dus zij wou groentewinkel doen. Dus stel hij kan zijn lening niet betalen, neem ik hem in. Ja, precies. Maar wat ons dus heel leuk leek, hier gaan waarschijnlijk veel mensen zitten, denk ik zo. Ja, hoe heet het? Even kijken. Ja, dit plot heb ik ook al verkocht. Dus ja. Ja, hè? Er komen wel wat aardige winkeltjes. Want wat ons leuk leek, is dat als dit straatje een winkelstraatje wordt voor de burgers. Zo helemaal hier. Want hier hebben wij plots. En David heeft hier ook een paar plots. En jij hebt ook een plot. Dat huis is volgens mij voor jou om te verkopen. Is het van mij? Volgens mij wel. Ja, er staat een groen blokje in de achtertuin. Echt? Dus ik denk dat wij van dit straatje kunnen wij best een leuk winkelstraatje maken, denk ik. Ja, op zich kan best wel, hoor. En dan gaan we even naar de volgende locatie. Ik ben blij dat jij het hier ook wel ziet zitten. Oh, dan gaan we lekker toeren. Jazeker, wij gaan lekker toeren vandaag, hoor. Waarom hebben wij geen coole hoverboards of zo? Of fancy ja, die zijn verboden in Sunnyvale. Wist je dat niet? Oh, nee. Segways. Sorry. Dus mag ik wel op mijn Segway hier rijden? Ja, dat wel. Nou, bij mij is het vrij donker. Ja, bij mij zou het ook donker moeten zijn, maar je gaat het zien. Het is alsof een paparazzi achter ons aanloopt. Oké, cool. We hebben hier helemaal geen nieuws. We hebben een vervelend mannetje uit Mytopia die zit van... Ik wil een antenne hier laten bouwen, jongens. Oh, is hij bij jou ook al geweest? Oh, hij begon ook al. Ik was van... Hey, beste meneer, wilt u een leuk vakantiehuis hebben? En hij was van... Nee, meneer. Nee, ik wil alleen wel een antenne laten bouwen. Ik zei van... Ja. Schrijf uit met je antenne. Ga dan een satelliet bouwen. Zo'n lelijke antenne wil die hier neergooien. Voor een flink bedrag mag je je best bouwen. Ja, dat is wel waar. Maar kijk, we gaan hierheen. Dan heb je hier het mooie eilandje, waar we natuurlijk wel een soort van trekpleister willen neerzetten. Op een eiland? Ja, een soort monument waarvoor mensen wel echt naar hier komen. Een mooie... Stel je voor... Ik dacht serieus, er is ook een winkel genaamd de trekpleister, waar je allemaal pleisters... Oh, nee. Ik weet het, Kevin! Ja. We gaan daar de eerste raket bouwen. Voor de maan, Topia. Zoiets, ja. Hoeveel stemmen moet ik halen om hiervoor een raket te laten bouwen? Ja, drie. Drie? Ik weet niet, ik mag het verkopen, het land. Hiervoor komen mensen hierheen om de raket naar de maan dat te is zien. Zeker waar. Ja, dit is wel een soort boulevard, toch? Idee. Ja, dat weet ik. Het is toch perfect als raket. Wat als we dan hier en daar, gewoon langs deze weg... Ja. Ook winkeltjes zouden doen. Maar zijn dit niet een beetje iets te grote plots voor een winkel? Ja, dat ook wel. Dus dit was optie, dit is optie 2. Maar we hebben nog een derde optie. Oh, die had ik. Nou, misschien heb ik nog optie 4. Maar ik weet niet waarin jullie zaten te denken. Oh, okay. Kom mee het bos in, Gijs. Okay, dit wordt een beetje heel raar. We hebben het over raketten en we gaan ineens het bos in. Kijk, deze plots. Het is wel heel knullig dat wij ze allemaal verkopen natuurlijk. Nou, wil je lachen? Ik zat ook aan deze plots te denken om gewoon van... Nou, hier maak je gewoon van die toeristenwinkeltjes. Ze zijn niet duur, dus iedereen kan er zo beginnen. En dan heb je aan beide uithoeken de winkeltjes zitten. Koopt ergens gewoon een hele doos vol Aziatische... I love Sunnyvale of zo. I survived Sunnyvale. Kan ook nog, hè? Ja. Weet het nooit. Hele merchandise reeks komt hier. Petten, dassen, hoeden. Jij ziet het ook wel zitten om hier dan ook winkeltjes te doen. Ik vond dat wel een mooi plan. Dat was eigenlijk mijn idee. Dat was mijn optie C, zeg maar, iets achter. Ja, voor ons ook optie C. En dan heb je optie A helemaal daar. En optie B zou dan die dure dingen daar zijn. Maar dat ja, maar die dure dingen krijg je nooit voor elkaar. Dan moet je echt zo'n PC-hoofdstraat ongeveer bijna gaan zien. Ja, dat is ook wel weer zo. Nou, ik vind dit ook een mooie optie. En dan hadden wij nog een idee. Oh. Stel dat wij vanuit de gemeente als mensen een aanvraag doen om een winkel te openen. Dat het alleen mag op vergunning. Dat je ook zegt van ja, leuk dat jij een winkel wil openen, maar dat mag niet. Dat ze vanuit de gemeente een vaste prijs hebben voor wat ze verkopen. Dus stel, hier komt een groenteboer en helemaal daar een groenteboer. Dan is het bij allebei even duur. Ik ben even bakker Bob. En ik ben bakker Johan. Ja, wij kopen het brood samen in voor 3 euro per stuk. Ja. Hoeveel verdienen wij dan per broodje? Ik zit wel te denken, stel dat Bob en Johan allebei hun brood voor 5 euro verkopen aan weerszijden van de stad. Dan gaan mensen die hier wonen gewoon naar Bob. En ja, mensen die daar wonen naar Johan. Wil je lachen? Ik ben dat ooit gaan proberen toen in Mytopia. Toen er nog allemaal ook van dat soort winkeltjes waren. Want ik was de slager en ik verdiende 5 euro per artikel. De bakker verdiende 1 euro per broodje. Dus ik ben met al die bedrijven gewoon een keer gaan meeten van nou jongens hè. Als jullie je prijs ook omhoog gooien, verdienen jullie meer. Nou, weet je hoe dat ging?
speel jij maar even weer Bob of Hans? Johan, maakt niet uit. Ik ben Bob en ik zie... Oh shit, Johan doet het voor 4. Snel, 3. Ja, maar als je in een contract zet met de gemeente van... Ja, dat wel. Ik verkoop voor 5. Ik ben er wel voor. Dat als je dan zeg maar, je hebt gewoon dezelfde prijzen. Geen gestuntel van... Ja, maar dan maakt het ook niet uit, hè? Dan maakt het ook niet uit, want dan kan je daar in het bos lopen en denken van, oh, ik heb zin in een broodje. En dan ga je naar Bob. Maar als je dan bij de gemeente bent en je denkt, oh, ik moet een broodje halen, dan ga je gewoon naar Johan. Want dat maakt ook niet uit, het is even duur. Precies. En dan... je hebt nu, zeg maar, het probleem in Mindtopia is allemaal zo, ik ga een euro onder de prijs zitten. Ja, precies. Ik ga ook een euro onder de prijs zitten. En dan zeg ik van, oh, yeah, ik heb nu 16 vlees bij jou gekocht en ik ben een euro goedkoper uit. Yay! Dus dan sta je ook wel achter dat idee. Ik vind het een topplan. Nou, dat is heel mooi. Dan kunnen we dat in ieder geval gaan opstellen. Dat alles gewoon overal even duur is. Want op die manier denk ik ook dat we gewoon meer banen kunnen creëren. Want dan kan deze bakker 3 mensen in dienst nemen. En die. Want mensen komen toch wel naar beide toe. Precies. Lekker bezig, Kevin. Wil je ook een appeltje of niet? Nou, doe eens gek. Een appeltje schijnt gezond te zijn. Ja, het is een hele gezonde appel. Maar dan heb je hier dus eigenlijk 2 mooie opties voor winkels. Ja, nee, dat is perfect. Ik vind het een leuk idee. En alles vaste prijzen. Ja, nee, dat is top. Nou, nice dat jij er ook zo over... Wat ga je met dat ding doen trouwens? Die gekleurde koepel? Dat weet ik niet. Het is echt een club. Wil je hem kopen? Absoluut niet. Nou, jammer. Ja, geen deal. Weer een paal. God. Ja, jij bent wel... Dat is de derde alweer. Wil jij geen leuk vakantiehuisje kopen? Nou, ik heb eigenlijk wel iets op het oog. Het zit daar. Oh. Hier zo is het. Oh. Je kan hem nu kopen. Ja, maar ik wilde eigenlijk maar 50 gaan uitgeven. Oeh. Ja. En dan gaat hij sowieso overheen, of niet? Dat is nog niet eens het startersding waarvoor we hem mogen verkopen. Maar, omdat je zo'n toffe vriend van me bent, wil ik je wel 20.000 korting aanbieden. Van de bank, als gift. En dan wordt hij 50.000. Hij wordt dan 100.000 voor jou. Is die 120.000? Maar wat als ik nou mijn eerste centjes en lening... Klinkt leuk, hè? Lening, investeer in bijvoorbeeld toekomstplannen. Stel dat ik ook nog eens een winkeltje open. Waar zit je aan te denken? Waar ga je op? Nou, mij lijkt het heel tof om misschien een extra zakcentje te verdienen... en iets goeds terug te doen voor de bevolking, want iedereen snakt nu naar eten... om een slagerij te openen. En die wil ik dan burgermeester noemen. Oh, nee. Oh, dit weet je niet, hè? Dat is goed, toch? Het is een vet goede naam voor al je burgers. Kom naar de burgermeester. Oh, alsjeblieft, doe het. Ja? Ja? Maar welk plot wil je dan gaan kopen? Nou, ik zit wel te denken aan iets hier zo. Ik denk toch dat heel veel mensen dicht bij het gemeentehuis, dicht bij de bank... zeg maar daar gaan zitten, in die hoek. Je pakt het gemeentegeld en je zegt, hier, alsjeblieft. Nee, waar? Ik pak mijn eigen geld die ik met jou leen en die betaal ik aan de gemeente. Maar wat ik wel ga doen... Corrupte helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik ga wel met jou een lening afsluiten. Oh, en waarvoor wil je die lening dan hebben? Nou, omdat ik niet zelf genoeg geld heb om en het kavel en een huis erop te kopen. Je lijkt me een man die weet hoeveel je ongeveer voor een huisje betaalt. Ik denk wel 40.000-50.000, zoiets. 40.000-50.000. Nou, zing een leuk liedje. En dat liedje bepaalt of ik je de lening ga geven of niet. Oké. Okay. Komt-ie, hè? Ja, ik ben er klaar voor. De bankdirecteur, dat is echt helemaal geen zeur. De bankdirecteur, dat is... echt een toffe peer. Dus je wil mij wijsmaken dat je gewoon wakker werd op een dag. Laat ik naar mijn huis gaan. En het was weg? Nee, mijn huis is weg. Nee, oké. Okay. Ik... Er was zeker een UFO en die vloog over en die deed... Nee, ik heb gewoon heel hard gezocht naar een baan. Maar die kon ik niet krijgen. Niet krijgen voordat mijn huis werd afgepakt. Maar dat is allemaal verleden tijd, Gijs. Allemaal in Mindtopia. Ik zit toch nu hier, jongen? Ja, maar dat zijn wel van die kleine dingetjes in het leven, hè? Ja, maar als wij nou eens vergeten dat jij drakenvlees hebt verkocht? Oh, gaan we nou hierover beginnen? Dan vergeet ik. Dan vergeet jij. Dat ik...
Toch? Dus hoeveel wil je lenen? Ja. Jij zegt 40-50 voor een huis. Ja. Dan zou ik 40, denk ik, willen lenen. Nee, is goed. Nou, dat houdt in dat jij per week 4.400 aan mij moet betalen. Geniet van uw geld. Dankjewel. Oh, het ligt er vlak achter me. Oké. Okay. Ga er niet mee gokken. Er zijn stomme acties. Zo. Fijne avond, Kevin. Doei, Gijs. Dag, Kevin. Dag, Gijs. Opa. Oh. Vierde keer. Ja, sorry. Nou, jongens, volgens mij is dat geregeld. Nou, dat plot daar, die wil Wouter dus hebben. Nou, hij mag hem hebben, hoor. Voor 100.000. Jezus, man. Wij gaan dus een winkeltje openen. Dan hebben we een beetje een extra inkomstenbron. Waarschijnlijk gaat dan ook die lening makkelijk terugbetaald kunnen worden. Hoop ik. Ik ga de deuren sluiten van de gemeente. Want we zijn gewoon gesloten nu. Ik hoop dat er niemand meer in het gebouw is trouwens. Ik ga naar mijn kantoor. Dan gaan we zelf even kijken hoeveel dat plotje kost. Voor hoeveel wij die aan onszelf kunnen verkopen. Ik denk dat Samal het ook niet heel erg vindt. Misschien dat hij ook wel zo'n dealtje wil doen. Samal, die heeft ook genoeg geld. En dan hebben wij daar gewoon een paar mooie winkeltjes. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga binnenkort met Willem praten. Dan gaan we gewoon een heel mooi huisje daar neerzetten. Jongens, hopelijk vonden jullie deze aflevering ook hartstikke leuk. Check natuurlijk even Gijs' kanaal voor nog meer Mindtopia. Want hij heeft hele grappige en leuke afleveringen. Mensen, hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd zeg ik vanaf hier. Ciao.